Waarom gaat het zo vaak mis op vakantie tussen stellen? Ja, het blijkt toch wel dat het aantal echtscheidingen stijgt enorm na de vakanties. 2 tot 3 keer zoveel, dat is enorm. Mm-hmm. En eigenlijk is er zelfs een grote stijging partnergeweld. Tot 20% meer. Geweld? Dus, geweld, echt. En dat heeft natuurlijk voor een groot stuk te maken met het feit dat verdrongen ergernissen en kleine irritaties, dat die tijdens de vakantie naar boven komen. Je zit op elkaars lip, op elkaars huid de hele dag. Je zit bij elkaar in de auto. En je kan niet ontsnappen. Je kan niet naar het werk. Je kan niet de kinderen naar de school brengen. Je kan niet zeggen, ik moet nog even bloemetjes planten in de tuin of zo. Dus je zit echt heel close op elkaar. En dan zie je dat dat voor veel mensen te veel is. En natuurlijk is vakantie niet de oorzaak waarom er zoveel slechte dingen gebeuren met je relatie. Het is wel de katalysator. Zaken die daarvoor al een beetje sluimerden, die worden nu olifantengroot uitvergroot, omdat je die hele tijd op elkaar zit. Wat zou je dan moeten doen om het niet te laten escaleren? Ja, het is natuurlijk zo. Eigenlijk, want het klinkt nu alsof ik een pleidooi hou om geen vakantie te houden. Ja. Maar het tegendeel is waar natuurlijk. Want mijn optie is eigenlijk dat ik zeg, maar vakantie is juist, en dat blijkt ook wel voor sommige gevallen, zeg maar koppels aan echt. Als je zegt van kijk, we moeten daar gebruik van maken. Je kan die vakantie gebruiken om juist je relatie en je seksleven een beetje opnieuw te kruiden. En om die een boost te geven in plaats van het laten in te storten. Ja. En dus natuurlijk, laat ik al beginnen met te zeggen, niet te veel alcohol gebruiken. Want daar bijvoorbeeld is dat geweld een van de gevolgen van. Spijtig genoeg, ja, al die liters goedkope sangria. En all-inclusive resorts. All-inclusive, ja. Van die caipirinha die uit de tapkraan komt en zo. Dus dat is al zo, dat moet je vermijden. Maar wat heel belangrijk is, dat je zegt van kijk, we hebben nu tijd voor elkaar. We hebben de zon, dat voor vitamine D zorgt, waardoor je dus eigenlijk, hè, dat gaat via onze huid, waardoor je dus eigenlijk aantrekkelijker wordt, meer zin in seks krijgt. Het is ook echt zo, als de temperatuur stijgt en de zon gaat schijnen, word je geiler. Ja, als jij het zo zegt, geiler, ja, dan komt er ook neer. Dat snappen, ja, we allemaal toch. Ja. Kijk, die ze liggen in bed te kijken, dus die, ja, hebben niet wat aan. Ja, ja. Ja. Dan krijg je meer goesting, zeggen wij. Ja, goesting, ja. Ja. Dus de zon schijnt op je huid, dat maakt vitamine D aan. Ja. En die vitamine D die maakt dat je je zelfs aantrekkelijker voelt en dat je ook aantrekkelijker bent. Ja. Dus dat werkt zowel. Sowieso ook de stress, als het goed is tijdens de vakantie, daalt de stress een beetje. Dus ja, dan maak je meer testosteron aan als je stress daalt, want dan daalt het stresshormoon en daardoor stijgt het de testosterone. En dat weten we ook allemaal. Testosterone word je niet alleen wat struiser van, maar heb je nodig voor energie en voor seksuele opwinding. En heel veel mensen zeggen juist van ja, maar weet je wat, op vakantie, wat jij zegt, geil, krijgen mensen heel veel goesting. En sommige van mijn collega's zeggen dat heeft te maken met het zweet eigenlijk. Het zweet? Ja, je moet daar niet zo vies bij kijken. Nou, ja. Nee, zweet, dat kan inderdaad lustopwekkend zijn, volgens mij. Ja, ja, want in zweet, en natuurlijk spreek ik over proper zweet, hè, niet dat je 3 dagen... Geen terroristenzweet, want jij waarschuwt in jouw boekje voor terroristenzweet. Hè, als je, nee, ja, dan zijn ze bedacht. Dat is angstzweet. Ja. Ja, dat is iets anders. Ja. Ja. Nou, heb je iets trouwens aan de tips van Goedelen? Of lig jij onder het bed op je vakantie? Nou, ik weet... Het is veiliger. Ik weet juist... Nou, niet naast het raam in ieder geval. Dus, Ook niet. Wie ligt daar dan, jouw vrouw, naast het raam? Of het ik kijk altijd heel goed uit. Nee, vakantie is juist heel goed voor je seks, vind ik. Ja. Ik snap ook niet dat mensen dan op een gegeven moment gaan scheiden. Nee, maar dat is omdat je dan lekker begint te zweten. Daar was je gebleven. Ja, ja. Dat is één van de dingen. Dat is één van de redenen. En je hebt natuurlijk tijd voor elkaar. En als het goed is, als je niet naar Tsjernobyl of naar Syrië op vakantie gaat, dan zit je ook in een mooie omgeving. Dat is ook allemaal goed voor je relatie. Maar toch blijft het probleem blijkbaar voor heel veel koppels dat ze te dicht op elkaars huid zitten. Dat ze, ja, die kleine irritaties, een reality check, zoals we zeggen. Hij is niet die man met de sixpack die zegt, oh schat, ik zie dat uw drankje bijna leeg is. Ik zal nog een beetje bijvullen. En weet, ja, ineens stel je vast dat dat toch allemaal een beetje minder is. En dat hoopt zich op. En dat heb je natuurlijk niet met koppels die echt perfect bij elkaar passen. Maar het is een katalysator. Maar zou je dan bijvoorbeeld ook dingen af en toe alleen moeten doen op vakantie? Dat je niet continu bij elkaar zit? Want dan denken mensen dat je alles dan samen moet doen natuurlijk. Op zich is dat sowieso al goed.
Maar het belangrijkste is toch, als je dingen samen doet, maak daar iets spannend van. Want je moet ook wel dingen samen doen, maar andere dingen dan thuis. En eigenlijk iets waar een beetje avontuur in zit. Omdat dat blijkt ook, als je avontuurlijke dingen samen doet, dan kom je weer bij die adrenaline die heel erg goed is voor je seksleven. En oxytocine, die heel goed is voor de verbondenheid. Dat wil zeggen dat je in een roetsbaan samen mag gaan zitten. Maar je kan ook gewoon leren duiken. Een roetsbaan, dat helpt. Ja, hoe heet dat? Een achtbaan. Ja, zo'n achtbaan. Maar dat helpt echt voor je liefdesleven. Daar word je... Ja. En dan komt iemand dat, Ellen? Dan komt iemand er groen uit. Dan weet ik niet of dat... Ja, dat, als je dat samen doet, is dat ook weer samenhorigheid. Ja. Maar dat werkt. Maar je kan ook gewoon natuurlijk gaan zeilen samen. Of een duikcursus nemen. Of je kan zelfs gaan petonken als je niet zo avontuurlijk bent. Op een dorpspleintje in Frankrijk als je geen Frans spreekt. Maar het moet wel iets avontuurlijks hebben. Dus je moet dingen samen doen. En ik vind ook... Je moet het speels houden. Mensen, we zijn nu in alle ernst op vakantie. Nee, hou het speels en doe gek. Je hebt een hele dag, ook lichamelijk bedoel ik, je hebt de hele dag in de zon gelegen. Je moet elkaar... Ja, kunnen mijn rug eens insmeren met olie? Ja, pak de fles, giet ze uit over haar rug en ga een beetje body-to-body masseren. Gebruik de mogelijkheden die er daar zijn. Jij moet, als het goed is, in dat hotel de handdoeken niet wassen en het matras maakt jou ook niet uit. Mm-hmm. Dus je kan die olie over het hele bed uitsmeren. Als je een huis gehuurd hebt, dan heb je al die ellende wel weer natuurlijk. Ja, dan zit je daar. Maar het belangrijkste blijft toch altijd, je moet praten. En dan zie ik iedereen al zo... Oh nee, praten, want dat is eng. En voor veel mensen, ja, die intimiteit. En zeker als je dan zegt, en je moet ook over seks praten, dan wordt het al helemaal zweterig. Je moet elkaar op vakantie altijd weer een beetje opnieuw leren kennen eigenlijk. Ja. Hè? Dat is het eigenlijk. Ja, en daar kan je echt spelletjes voor bedenken. Eén spelletje. Nee, maar je kan ook... En dat klinkt... Allez, oh god. Oei, boem. Iemand Arnold, niks aan de hand. Niks aan de hand. Oh, ja. Oh. Nee, maar ik bedoel met... Ja. Gewoon noteren. Ja, gewoon even snel kijken. Misschien moet ik daar ook zo'n dikke boek over schrijven, over al die tips. Nee, maar wat bij praten wordt iedereen zo'n beetje angstig. Van, oh, ik vind dat eng en huiverig staan we daar tegenover. Terwijl het eigenlijk... Als je zegt van ik ga het positief houden en als je gewoon als koppel bijvoorbeeld een van de vragen die je moet op vakantie stellen aan elkaar elk jaar opnieuw is, wat was de leukste seks die we samen gehad hebben? En wat was jouw leukste seks ooit, Goedele? Ja, wij hebben samen nog geen seks. Het gaat over wat je aan koppels moet. Oh, wat gemeen. Je kan gewoon wat was jouw leukste. Jij moet aan je man vragen. Okay. En ik vraag dat wel aan mijn man, ja? Ik zal jou het antwoord sms'en. Okay. Maar dat soort dingen moet je... En niet alleen seksueel, maar ook relationeel. Ik weet dat je mij graag ziet als je dat doet. En dan zal je versteld staan hoe erg je partner schrikt. En zegt, vind je dat... Oh, mijn god, heb ik nooit bij stilgestaan. Dan kom je te weten wat hij of zij belangrijk vindt. En van dat goed praten komt sowieso seks. Dus dan kom je weer in een leuke, vicieuze cirkel. En dan kunnen we die cijfers doen dalen van die echtscheidingen. Nou, laten we hopen dat mensen thuis goed hebben zitten luisteren nu. En dat ze het meteen in de praktijk gaan brengen. Dus lekker praten met elkaar voor die seks en spelletjes spelen. Heel precies. Dankjewel.